Het was mijn derde 24 uur van Le Mans. Echt een ontzettend mooi evenement. Sinds ik de eerste keer dat heb gedaan, heb ik zoiets van, die wil ik echt nooit meer missen. Dit jaar voor het eerst met een hele competitieve auto, met de Porsche RS Spyder, in de LMP2 klasse. We wisten eigenlijk van tevoren al dat we een van de favorieten waren, zo niet de favoriet in de klasse. We hadden al wat races gehad, vooral met teamgenoten Jos Verstappen en Peter van Merkstein, die hadden al wat races gereden. Ik had zelf alleen nog getest. En Le Mans was dan ook mijn race debuut. En ja, geweldig om met die auto te rijden. Topsnelheden liggen zo 320 km per uur. Dus dat is natuurlijk al een hele mooie ervaring. Er komt er af en toe nog wel een Audi of een Peugeot voorbij die dan nog net even een kilometer 30 harder gaan. Maar die vallen dan ook weer in een klasse hoger. Maar ja, het is en blijft een evenement waarbij je ontzettend veel meemaakt. En je slaapt meestal maar een uurtje, misschien twee uurtjes tijdens de race. Dus je bent ook helemaal gebroken als je klaar bent. Het was eigenlijk het begin van de race, verliep allemaal heel vlotjes, heel soepel. Geen problemen, droog weer, wat het iets zwaarder maakt om te rijden. Maar op het einde van de race heel veel regen gehad. Dat werd heel spannend. Ja, één klein foutje en de race is voorbij. En we lagen ver voor op de nummer 2, dus je hebt niks meer te winnen. Je hebt eigenlijk alleen maar te verliezen. Peter van Merksten heeft hem uiteindelijk over de finish gereden. En dat heeft hij heel goed gedaan. Het was heel moeilijk kiezen met banden. Achter op het circuit was het gewoon compleet droog. En voor op de baan was het dus ook echt compleet nat. Maar er stond ook gewoon echt een staande laag water. Dus ja, hele moeilijke condities. Uiteindelijk is alles goed verlopen. En ja, met die auto om daar te rijden op zo'n snel circuit. Want het is enorm snel. Natuurlijk lange rechtstukken, maar ook hele snelle bochten. Dat maakte het echt heel bijzonder. En sowieso om het einde van de rit daar op het podium te staan. Met ik denk zo'n 100.000 man voor je neus. Dat was toch wel een van de mooiste momenten uit mijn carrière.